Die heet onbeschofte man. Het gaat puur alles naar hier. En de mensen die het echt nodig hebben, die kunnen gewoon niet naar hier komen. Dat is het nummer waarop je kan reageren. We hebben Gilbert of Gilbert in Antwerpen. Het is 11 uur. Top Radio. Sommige mensen vinden dat ik arrogant en een grote mond heb. Maar is dat zo? Ja, ja. En dat is juist. Dus we gaan over de verkiezingsstemmen, maar dat is een... discussiëren. Ja, absoluut. Zomaar zeggen, ja, niks gedaan voor de zelfstandigen, klopt totaal niet. Hè. Eerste voorbeeld. De pensioenen zijn voor de zelfstandigen sinds 1999 met 10% gestegen. In de studio Yves de Smet, politiek journalist van De Morgen. Luc van der Keelen, ook politiek journalist van Het Laatste Nieuws. En Dirk-Jan Epping, medewerker van Bolkestein en publicist. Dat zinnetje van die vrije meningsuiting heb ik voor het eerst gebruikt in 1989 op Radio Metropolis in Antwerpen. Zondag 14 maart 2004, dit was Zwart of Wit, het programma van de Vrije Meningsuiting, alweer voor de laatste keer. Heb vertrouwen, ik kom terug. Tot de volgende keer. Actualiteit van de afgelopen week, vergeet niet, ik zit midden in die krabbenmand van de politiek. Ik volg het vanaf vorig jaar van op de eerste rij.